Pianist en componist Harmen Vrijen studeerde in Tilburg en in Utrecht, waar hij summa cum laude afstudeerde. Zijn compositie Sonatala staat in de Real Book van Sheer Music. Hij speelt met internationale topmuzici zoals Kenny Wheeler, Mark Turner, Christina Branco en natuurlijk met veel Nederlandse toppers, waaronder Han Bennink, Erik Vloeimans, Ernst Reiziger. Er wordt gezegd van deze muziek dat het klinkt als een hartverwarmende hypnose. En er wordt gefluisterd, veel mooier en poëtischer dan dit wordt het niet. Welkom bij Paradox Live! Do 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 do
Harmen, mag ik jou een Tilburger noemen? Ik ben in Roosendaal en Nispen. Zo heet het officieel, Roosendaal en Nispen, de gemeente geboren. Maar dat is natuurlijk Roosendaal. Dus ik kom niet uit Tilburg, maar ik heb er wel ongeveer 12, 13 jaar gewoond. Een soort halve Tilburger, halve Amsterdammer, wereldburger. Want je speelt met heel veel verschillende internationale mensen samen. Je hebt eigenlijk heel veel verschillende projecten. En vanavond ben je in Paradox met een geheel Franse band. Een hele bijzondere band eigenlijk, want fluit, bas, drums. En die drummer die gebruikt dan ook nog eens allerlei takjes en struiken en stenen en dennenappels, zag ik op het podium liggen. Hoe kom je erbij om met deze mensen samen te werken? Het is eigenlijk een gezamenlijk project van al met name het trio. Dus zonder de fluit spelen we al 12 jaar, denk ik. Misschien wel langer. En ik had ook Malik ontmoet. En op een gegeven moment voelde dat zo goed. En ik dacht dat het heel goed samen zou werken met de andere twee Franse jongens. En toen hebben we het geprobeerd. En dat was inderdaad voor ons in elk geval heel fijn. En, Malik is de fluitspeler. Ja. Waar heb je hem ontmoet? Goeie vraag. Ik denk de eerste keer dat we speelden in Parijs. Misschien op een concert met iemand anders waar ik dan sideman was. En ja, zo ontmoet je steeds nieuwe mensen natuurlijk. En je zei net van dat ik met veel internationale mensen speel. Maar ik denk dat het op een gegeven moment heel duidelijk is in iemands muziek wat iemand belangrijk vindt. In zijn spel of in haar muziek of zijn muziek. En daardoor ontmoet je steeds duidelijker eigenlijk de mensen waar het mee klikt. Omdat die iets herkennen wat ze waarschijnlijk ook in eigen muziek weer belangrijk vindt. De zoektocht wordt eigenlijk makkelijker op een gegeven moment. En wat is dat dan in jouw muziek? Wat die anderen dan herkennen en denken van ja, hey, dat heb of wil ik ook? Ja, het is altijd lastig om het van jezelf te zeggen, maar ik vind het in elk geval heel belangrijk om echt, echt te spelen wat je hoort, wat je zingt als het ware. Dus het hoeft dan niet een zangstem te zijn die dat dan doet, maar dat elke noot echt ergens vandaan komt vanuit van binnen. Dat is heel erg melodisch gedacht. Maar ook eigenlijk het idee wat erachter zit. Dat je echt voelt dat die noot eruit moet. En alleen die, op dat moment, nu. Ja. Oh, dat is interessant. Dus als je dan... wat geeft jou dan voldoening? En nu vanavond ga je in Paradox spelen. En als je dus live optreedt, wat geeft jou dan het meeste voldoening? Zorgen dat je samen in die vibe komt. Ik denk dat ook het publiek wel weet wat je daarmee bedoelt. Maar natuurlijk, die zijn er ook onderdeel van. Eigenlijk als je een concert aan het geven bent. Het is niet zo dat ik de muziek voor het publiek maak of zo. Maar ik denk dat je toch samen in die ruimte bent. En wij doen ons uiterste best om ze mee te nemen. En als ze dan meegaan, dan versterkt die hele vibe in zo'n ruimte. En dan maak je samen een mooie avond. Maar betekent dat dan ook dat jouw muziek of het concert elke keer anders is? Want ik vind persoonlijk dat Paradox prachtig podium is. Een mooi jazzpodium. Bimhuis, Amsterdam, ook een heel mooi jazzpodium. Maar een totaal andere vibe. Dus heb je daar dan een heel ander concert? Je bedoelt qua ruimte dus nu. Ja, maar ik had het niet eens alleen over de ruimte zelf, maar ook gewoon de mensen die er zijn. En het publiek en of ze er zin in hebben, of ze mee willen gaan, of ze lekker stil zijn uiteraard. En de plek is natuurlijk altijd belangrijk, of je er fijn voelt, het podium, het geluid. We hebben hier toevallig ook fijne geluidsmensen, in Amsterdam heb je dat ook. Elke keer is anders, maar ook die noten zijn natuurlijk elke keer anders. Want wij, onze muziek, de composities die wij spelen en schrijven, die zijn eigenlijk niet echt gericht op dat we die stukken zo goed mogelijk moeten spelen. Het is meer een soort uitnodiging voor muziek.
Dus ik deel wat blaadjes rond en iemand anders deelt wat blaadjes rond. Niet gewoon ter plekke op het podium, maar van tevoren dan. En dan, dat is eigenlijk, als het ware, open je een bepaalde deur naar muziek. En het helpt ons een beetje om te bepalen waar we elkaar ontmoeten, zeg maar. En dan moeten we nog muziek maken, uiteraard. Hè? Ja. Ja. Heb je met deze samenstelling ook cd's uitgebracht? Ja, we hebben heel lang geleden met Malik een cd totaal geïmproviseerd opgenomen. Hij kwam gewoon een paar uur in de studio. En dus, als je het mij vraagt, mooi geworden. Met Brice en Thomas hebben we er een paar achter terug, 2 of 3. En net hebben we dus een nieuwe cd eigenlijk nog maar een maand geleden in Parijs opgenomen. Het is een hele snelle productie geweest. Een maand geleden in de studio ook een hele korte studiotijd, want Malik dacht dat we een paar dagen de tijd hadden, dus ik kwam wat later aanzetten. En toen bleek dat we nog 4 uur hadden om op te nemen, maar hij staat erop. Oh my god. Ja, nou, hij heeft hartstikke mooi gespeeld en we zijn er blij mee. Dus die is eigenlijk 4 weken later, inmiddels 5 weken zijn we denk ik, zo ongeveer 4, 5 weken, ligt hij hier vanavond, Niam Europa, zo heet hij. En dus vanavond is hij hier voor het publiek al te verkrijgen. Is hij ook al in de winkel te koop? We hebben hem op ons eigen onlangs opgerichte labeltje uitgebracht. Dus distributiekanaal is nog even zoeken. Maar hij is sowieso te kopen ook via website en dergelijke. Ja. Nou, ik ben heel benieuwd naar het concert van vanavond. En ik hoop dat we er allemaal heel veel voldoening bij zullen hebben. Oké, dankjewel. Thank you.
Er is natuurlijk een heleboel leuks te beleven in Paradox. Dus laten we even kijken naar de agenda. Thank you.
Wat een mooi concert was dat van Harmen Fraaien met zijn Franse band. Ik heb er echt enorm van genoten en ik hoop u ook. Er is natuurlijk veel meer te doen in Paradox. Ga naar www.paradoxtilburg.nl voor meer informatie. En graag tot de volgende keer.